Dames en heren, het is vandaag 1 mei, dat wist u niet. Ik wist het tot vanmorgen ook niet, maar vandaag is het 1 mei. En daarom gaan we een nuttig werkje ter gelegenheid van de 1 mei doen. Dag van daarbij, u weet het wel. De 1 mei polka mars. In de WW, hola die, het is 1 mei. Het is om te blozen, dag ter werkelozen, vaste banen zijn er bijna niet meer bij. En wie nog wel werkt zit, allang niet meer op rozen, want de tijd van hand ophouden komt weer langzaam dichterbij. Het is gebeurd met chips en knabbel, verse zoutje, het wordt weer spek en bonen, knolletjes en gort en rijst te breien, vroeg naar bed en verder bijten op een houtje. Nee, het is hopeloos, neem Gijzen, neem Han Lammers of Van Acht. Net drie stripfiguren die door Eli Asser zijn bedacht. Maar misschien komt alles best wel weer terecht. Ja, wie weet komt alles best wel weer terecht. In de WW, hola die jee, het is 1 mei. Om je te schamen, halleluja, amen. Waar het goed mee gaat, dat is de PTT. Maar daarvan plukken wij alleen de zure bramen. Oh ja, even stoppen jongens, dat moet ik weer even uitleggen aan de mensen. Ik moet steeds dingen uitleggen. Dames en heren, bramen, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat zeg je niet, hè? De zure bramen ergens van plukken. Dat is jammer, maar ja, het moest rijmen een beetje eigenlijk. Het moet dus eigenlijk zijn zure druiven plukken. Dat is een uitdrukking, hebben we wel eens gehoord waarschijnlijk. Zure druiven plukken, slaat ook nergens op hoor. Vind ik persoonlijk, als je weet dat druiven zuur zijn, dan laat je ze gewoon hangen. En dus eigenlijk het is helemaal eigenlijk een onnozel stukje. Eigenlijk. Het hele liedje deugt niet, maar ik bedoel, dit is eigenlijk het slechte stuk ervan. Hierna wordt het weer leuk. Kunnen we weer verder gaan? Oké. Okay. Koop bijvoorbeeld maar twee postzegels van 55 cent die je 's morgens op het postkantoor gaat halen. Nou, de kans is groot dat voor je klaar met brieven schrijven bent, je al 2 keer 5 cent pot moet bijbetalen. En dan heb ik het maar niet over zoiets als telefoon, want die kost als het zo doorgaat straks 1/3 van je loon. Maar misschien komt alles best wel weer terecht. Ja, wie weet komt alles best wel weer terecht. Hola die, het is 1 mei in de WW. We blijven streven naar een prettig leven, ook al valt dat voor de meesten niet zo mee. Het blijft gewoon een zaak van nemen, van geven, want je hebt maar braaf te nemen wat de machtigste je geeft. En het geeft niet wat je zelf daarvan mag denken. De benzineprijs omhoog, zodat de Shell nog meer winst heeft. Jij mag zelf beslissen rijden of niet denken. Geven, nemen, nemen, geven, het blijft toch een hard gelach. Voor de hoogste grote nemer stelt alleen het eindbedrag. Maar wie weet komt alles best wel weer terecht. Ja, wie weet komt alles best wel weer terecht. Ja, kijk, je internaat al vaak gezegd. Het gaat erom dat alle mensen samen... heeft een imitatie. Dat alle mensen samen een front vormen. Ja, je zegt dat nou wel, maar meen je dat nou echt? Ja, natuurlijk, met elkaar een front, een stevige barricade. Kader. Dat de mensen en niet een kostelijk gerecht. Ja, weet ik wel, maar dat je gewoon niet in de. Ja, maar je zegt dat nou wel, maar meen je dat nou, ja, hè? Natuurlijk, je moet niet over je laten vissen. Ik ja, kom op dat sterk heb je inderdaad al vaak gezegd. Ja, dat weet ik wel, maar je moet gewoon de mensen samen. De mensen een gerecht. Ja, je zegt dat nou wel, maar meen je dat nou, hè? Samen sterk. Oude mensen zijn dat we er een echte, een strijd, een grote van maken. Met elkaar. Allemaal gaan we erom. Daar gaat het om. Dat is eigenlijk. Leuk zijn wij met elkaar.